Zoals gezegd is vandaag ook de dag waarop Patrick Kluivert debuteerde voor Ajax in 1994. Concurrent PSV had die zomer de Braziliaanse spits Ronaldo voor de neus van de Amsterdammers weggekaapt. Trainer Louis van Gaal reageerde erop met de woorden: maar wij hebben Kluivert. En liet de nog onbekende spits starten in de Supercup tegen Feyenoord op 21 augustus 1994. Vrije trap voor Feyenoord, overtreding tegen Overmars. Tegen Feyenoord dus. Van Gobbel overtreden. En de bal op 16 meter en een aantal decimeter van het doel van de groei. Blind, Rijkaard en Oulida. Dat zijn de kandidaten voor deze vrije trap. Het is niet Manen, eens te meer, die scoort. Bijna 13 minuten verstreken, Ajax neemt de leiding. In de 13 minuten komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Geen buitenspel voor Kluivert. En Kluivert legt af, zodat het niet lastig meer is voor Oulida om te scoren. En in dit geval heb ik de nodige twijfel of de vlag niet inderdaad wel de hoogte in had gemoeten. Een doelpunt met een sterke buitenspellucht. Maar dat verandert niets aan het resultaat, 2-0. Even pas op de plaats maakt Liedmanen, maar dat is ook het bepalen van het juiste moment. En dit was een schitterende combinatie en een schitterend uitgespeelde goal voor Ajax met Kluivert. Hier Liedmanen, precies op het juiste moment. De bal gespeeld in de loop van Finidi George. Eén keer raken de voorzet. En daar is Kluivert één keer raken langs de groei. Een schoonheid. De Ajaxiden genieten van de eerste triomf. En laten we voor Ajax hopen dat het eerste gewin in dit belangrijke seizoen niet het bekende kattengespin zal blijven.